Het bestuur van de Kennedy Stichting heeft aan de bel getrokken bij minister Marie Levens van Onderwijs en president Chandrika Prasad Santokhi. Bestuursvoorzitter Jan Sjoukalam heeft bij het bezoek van het staatshoofd en de bewindsvrouw aan de school op de eerste schooldag gevraagd dat er nu eindelijk naar de Kennedy School wordt omgekeken. Sjoukalam kaartte enkele dringende zaken aan waarmee de organisatie te kampen heeft. Ook de rampzalige gevolgen van de rukwinden van zondag 27 september, waarbij delen van het dak van het hoofdgebouw en de school zijn weggewaaid, hebben ons stichting ontzien. Daarbij is ook de broodnodige hulp die we van de overheid moeten krijgen uitgebleven. De subsidie over het jaar 2019 Voor de subsidie over het jaar 2019 hebben we pas in juli 2020 de reçus ontvangen. De uitbetaling heeft echter nog niet plaatsgevonden. Maar ik ben blij van u te vernemen, heer president, dat eraan gewerkt wordt. Bij het personeel van het internaat heerst grote ontevredenheid. Sjoukalam zegt dat steeds wanneer het bestuur een aanvraag indiende voor subsidie, er altijd gevraagd is om de salarissen aan te passen. Dat is nimmer gebeurd, zegt de stichtingsvoorzitter. Minister Levens betreurt het dat zij niet op de hoogte was van wat de school was overkomen tijdens de rukwinden. Natuurlijk weet ik dat een heleboel stichtingen problemen hebben met de subsidie. Dit is nieuw voor mij en ja, het raakt je dat in je hart, dus ik ga er echt naar kijken. Waarschijnlijk heeft het wel in de kranten gestaan, maar ik kan het niet allemaal bijhouden. Je wil me, hoe zeg je dat, mijn WhatsApp niet zien en mijn e-mail niet zien. Iedereen schrijft over de problemen die er zijn, maar ook dat, daar moeten we aandacht aan besteden. Ik bedoel, dit is een speciale groep, laten we eerlijk zijn, dan moet je dat ook speciaal behandelen. Maar ook dat hij aangeeft dat hun leerlingen die zijn geslaagd voor het MULO eigenlijk niet door kunnen studeren, dat is wel een beetje jammer. Ja, ook dat. Ik heb gevraagd om de speech van de voorzitter, Sjoukalam. Ik heb hem gevraagd om mij een kopie te geven, omdat ik alle problemen die hij heeft opgestomd, ga ik een nummertje geven. En ik ga ze afhaken. Zolang ik de laatste niet heb afgehaakt, zijn we niet klaar. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij heeft afgelopen donderdag tijdens de eerste schooldag de noden aangehoord van het stichtingsbestuur van de Kennedy Stichting. De bewindsvrouw hoopt deze zaken binnenkort aan te pakken.